Met mist hou je verse producten veel langer vers. We hebben een ridicule afvalstroom van verse producten op dit moment. Met de mist kunnen we die afvalstroom halveren. Groenten, fruit, vlees, vis, brood. Voor Contonics bestond er nog geen bevochtiging op verse producten. Dus wij ontwikkelen een hele nieuwe markt en doen tegelijkertijd heel veel goed voor onze planeet. Innovatie kan bezig zijn aan bijvoorbeeld de nieuwe generatie luchtbevochtigers. Maar morgen ben ik in contact met iemand waarvan ik zeg, oké, dat is een heel erg goed idee, maar dan moeten we wel doorpakken. Dan kan ik van het ene moment op het andere zeggen, oké, we leggen dit even stil en we gaan nu bij elkaar zitten om die nieuwe klant te helpen en snel tot succes te komen. Ik denk dat de corporate met al die afdelingen toch ergens een eigen vingers snijdt. Vanwege het simpele feit dat daardoor juist innovatie, nieuwe goede ideeën, dikwijls al in de kiem gesmoord worden. Simpel omdat iemand te weinig tijd heeft, dat hij met iets anders bezig is bijvoorbeeld. Terwijl als je kerngroepen zou vormen, bijvoorbeeld voor innovatie op de winkelvloer, bijvoorbeeld voor minder afval, dan denk ik dat je veel sneller stappen kan maken. Ik denk dat de manager veel meer geselecteerd moet worden op ondernemerschap, op commercieel denken. En bij techneuten zie je heel dikwijls dat het is nooit perfect, het is nooit af. En dan zie je ontwikkeltrajecten van 5 tot 7 jaar voor iets waarvan ik zeg van waarom kan dat niet in een half jaar, waarom kan dat niet in een jaar?